Hallo allemaal, ik wou vandaag met jullie fruit gaan tekenen. Want ja, als het zo koud weer is en ja, de winter, dan is het belangrijk dat je genoeg vitamine tot je neemt, zodat je genoeg weerstand hebt tegen bijvoorbeeld griep, ziektes en de kou. Dat je jezelf goed warm kan houden. Dus ik dacht van laten we vandaag eens fruit gaan tekenen. We hebben natuurlijk in het verleden al wat vaker fruit getekend, maar nog geen verzameling van fruit. We hebben ons een keer aardbeien getekend in een schaaltje met slagroom. Erg lekker. Nu is het niet de tijd voor aardbeien natuurlijk, maar laten we eens gewoon wat fruit gaan tekenen. Een banaan, sinaasappel, mandarijn, kiwi. Gewoon een verzameling fruit. Misschien een fruitschaal, fruitmandje. Teken je weer mee? Ja, het fruit wat ik altijd zo lekker vind rond deze dagen is zijn de sinaasappels en de mandarijnen. Dus ja, een sinaasappel. Nou, wat lekkers vind ik zo'n navelsinaasappel. En ja, er zitten dan van die deukjes een beetje zo in. Ja, dat is een beetje het relief van zo'n sinaasappel natuurlijk. En het is niet zo goed voor mijn punt, maar. Die stipjes, een schaduwtje eronder. Ja, een navelsinaasappel. Ja, een mandarijn. Misschien moeten jullie er ook even bij tekenen. Die is natuurlijk wat kleiner. Wat platter. Een kroontje. Zo. Ja, en ook die sinaasappelhuidje noemen ze het ook wel, hè? Ik weet natuurlijk niet wat jullie zelf voor fruit op de fruitschaal hebben liggen nu. Nog wat schaduw daar geven. Zo. En dan hebben we een sinaasappel en een mandarijn. Eens even kijken. Een banaan. Banaan hebben we al eens een keer getekend. Nog een keer tekenen. Die hoort gewoon natuurlijk bij op de fruitschaal, een banaan. Zo. Een beetje een dunne banaan zo. Schaduw. Het steeltje een beetje donker. Zo. Schaduwtje. Kijk, we hebben nog meer voor fruit. Ja, druiven. Trosje druiven. Het zijn eigenlijk allemaal kleine bolletjes natuurlijk. En dan heb je natuurlijk witte druiven en je blauwe druiven. Terwijl ik heb zelf nog nooit de kleur blauw ontdekt in zo'n druif. Maar het is altijd meer paars of donker. Ja. Maar goed. Zo heel simpel zo'n trosje druiven. Zeker als dat zo ligt. Nou, dit wordt een aardige tros, zo'n steeltje eraan. Misschien aan het uiteinde ook even nog een steeltje doen. Zo. Tot die takjes wel druiven af zijn. Nou, wat schaduw aan die druiven. Ik denk dat dit dus blauwe druiven zijn. Zo. En natuurlijk wat schaduw eronder. We kunnen nog meer voor fruit verzinnen. Even kijken, een kiwi. Nou, kijk, als we dat dan zo doen, dan is het al duidelijk gelijk een kiwi. Haartjes van die kiwi. Ja, het is wat lastiger. Natuurlijk vrij donker. Even gelijk al die schaduw eronder. Maar dit is al duidelijk gelijk zo'n halve kiwi. Misschien moeten we nog even een kiwi erachter tekenen. Zo. Ja, ook weer daar die haartjes op. Ja, ik zeg altijd, het is niet zo goed voor mijn punt.
Om mijn pen, al die stipjes. Maar goed. Ik moet binnenkort sowieso een nieuwe stift aangeschaffen. Want zo'n heel jaar tekenen, dan zijn er wel aardig wat stiften doorheen gegaan. Ik zal het komend jaar waarschijnlijk wat vaker iets dingetjes ook met potlood tekenen. En dan kunnen we ook wat op andere manieren schaduw weer toepassen. Schaduw onder de kiwi. Zo, wat kunnen we nog meer voor fruit doen? Een peer. Zo. Steeltje eraan, een blaadje. Kijk, dan weet iedereen gelijk dat we een peer hebben. Wat schaduw bij die peer. Zo. Misschien daarachter nog een appel. Even kijken. Zo. Reflectie, een beetje op de appel. Een beetje glimmende appel. Op weer schaduw. Schaduw eronder zo. Nou, ik denk dat we zo'n aardige fruitmand hebben. Wat kunnen we er nog meer bij doen? Wacht even. Zo. Een meloenschijf. Dat is altijd, geeft altijd een fris gezicht. Ja, ik weet niet of het handig is op de fruitschaal, een half een meloenschijf. Die ben natuurlijk gewoon met huisartsfolie eromheen in de koelkast bewaren, want anders droogt dat uit. Meloenpitjes. En het mooie is natuurlijk als je dit kleurt, hè, want dan krijg je die binnenkant is dan rood, zo'n watermeloen bijvoorbeeld, en die schil dan zo'n wit randje en dan groen. Dat geeft gelijk een fris idee. Nou, probeer zelf ook nog wat fruit te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.